Jij hebt zoveel mensen zien sterven ook. Ja, heel veel. En wat is voor jou sterven? Een nieuw leven. Ik ben zelf 2 keer dood geweest. Ja? Dus ik heb gezien hoe ze mij naar de graf, naar de doodskamer brachten. Ja. Ik ben 2 keer... Dus ik heb gezien wat na de dood gebeurt. En ervaren. Heerlijk is dat. Maar ik kan het niet in woorden onder woorden brengen. En hoe voelde het? Heerlijk. Terugkomen vond ik jammer. Dus ik zou om 7 uur begraven worden. 6 uur rolde ik van de dodentafel af. Ik was al gewikkeld in een lijkendoek. Om 7 uur zou ik begraven worden. 6 uur rolde ik eraf. Maar je vond het jammer om terug te komen? Ja. Ja. Omdat het zo mooi was? Ja. Zo voelt het, ja. Ja. De dood is mooi. En we vergeten 1 ding. Dat het leven maar een tussenfase is. Ja. Uiteindelijk gaat het om wat er na komt. Want dit leven is on-off, dat weet iedereen, dat voelt iedereen. Maar niemand weet dat, waarom. En ook wat heel typisch is, is dit. Ik heb langzaam wat ontdekt hoe belangrijk de uitzichtloosheid is in mijn leven. En waarom? Wat erna komt, geeft je inzicht. En dat krijg je alleen als je eens uitzichtloos bent. Uitzichtloos, ja. Ja. Dan kun je pas waarderen wat erna komt. Ja. Het is een soort van emotioneel sterven. Ja.